Oké, gaan we eventjes een kaartje halen. Er staan twee automaten, dus Hier, denk ik, ticket. Andersom. Ja. 8 euro. Biljet. Oké. Ja, 2 euro. Is het met 2 euro? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar... En dan... Pour sortir scanner votre ticket d'entrée et sortie. Klinkt al zo simpel, jongens. Het was even een kwestie van... kaartje ervoor houden, betalen. Kaartje voorhouden, de bam. Bam, weg, bam. Oh, die zat geloof denk ik wel op de... Okay. 8 euro voor 4 uur. Nou, kijk, we waren er 11 uur. Ja. 12 uur, 1 uur voor 3 uur. 8 euro. Ja. 350 meter. En je rechterhand. Kijk, 13,7 is het. 23 graden. Kijk, zie je daar. Een mooi service station, water wat werkt. Daar zo, 3 stroomplekken gratis. En mijn goos zegt: zoek maar wat anders. Ja, nou lach je. Ja. Maar net niet. Nee, maar daar ben ik ook niet blij om. Zo blijf ik de hele dag aan het rijden. Oké, okay, wat anders. Aparte muurtjes, al die leisteentjes zo. Ja. Kijk eens waar Tom Tom ons toch weer heen brengt. Kijk, het zijn die mooie beestjes daar. Ja. Het zijn van die struiken die allemaal op die landerijen hier zitten. Dat noemen ze toch speciaal een naam. Dat was ook, daar hadden ze toch zoveel last van met het oprukken van de geallieerde troepen, omdat daar die tanks er niet doorheen konden. Kijk nou toch eens. Het wordt steeds gekker. Ja, leuk van mijn dak. Rechts afbuigen, daarna rechts afslaan. Ik ben goed dat we die niet eerder gehad hebben. Kijk dan. Nou ja, maar dat zag je vanmorgen ook. Ja. Het is echt zo bizar dit allemaal. Rechts afslaan. Nou, Kerkie. 10:03. Onder de brug. Zie je
hier, 2 meter. Nou, dat... Maar, nee, dat past me niet, maar kijk, het is... Ja, ook kijk uit. Vanaf de andere kant. Hier kunnen we er niet overheen. Nee, dat lijkt mij niet. Dus dan is het, dat is dan precies, dan is het aan de andere kant berekend. Nee, dat gaat niet. Kijk, daar is het. Nou ja, 1,4 kilometer op. 3,1 nog. We gaan hem even uitzetten nog mensen. Nog maar 17% accu, want ik moet even die accu verwisselen. Maar dit moest ik toch wel even filmen, jongens hoor. Jeetje mina. Wat een mooie plaats is allemaal. Ja, echt net karakteristiek. Ja, heel karakteristiek. Ken uw pasetappekaart op uw toetsenbord. Nee, aan de voorkant. Oh, doe iets aan. Ik denk dat je het... Oh ja, ga maar. Nou. Voorzichtig. Ja, het is... Wat is er nou? Het is het allermooiste uitzicht. Zoals. Wie hiervan is er verder? Ik denk dat dit de enige plaats is hier aan de... We gaan even kijken, jongens. Even uittesten. Nou, jullie zien het goed. Een prachtig plekje. En aan het watertje. Nou, het is dan niet de hele Dordogne, maar het is net zo'n zijriviertje van de Dordogne. Maar we gaan verder. We zakken eventjes iets verder af naar beneden. Het uiteindelijke doel is waar wij graag heen willen, is Vinson-la-Romaine. En ik zal eventjes kijken, want ik denk dat we daar volgende week... Wat voor dag is ook alweer die markt in Vinson-la-Romaine? Dat is 400 kilometer. Nee, we gaan niet nou 400 kilometer, maar we gaan langzaam maar zakken we af, zeg ik. Want we gaan toch richting Vinson-la-Romaine. Dus, maar hoeveel dorpjes. Was dat vrijdag? Ik weet niet precies. Dan moet je even op de site. Ga ik even nakijken. Dat horen jullie dan later nog wel. En dan... dus we zakken steeds iets verder af. Dus dan komen we vanzelf daarin. En vanaf Vinson-la-Romaine, dat heb ik al eerder gezegd, om de Mont Ventoux heen. Want het is aan de voet van de Mont Ventoux, Vinson-la-Romaine. Ja, dan... maar waar is je tweede... Huh? Waar is je tweede toeretappe dan?
Ja, maar die ligt vele, vele malen hoger. Die is meer richting de Alpen. Dus dan moeten we eigenlijk 400, 500 kilometer omhoog eerst. En dan weer 500 kilometer naar beneden. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dus we blijven nu hier in het zuiden. Die tweede etappe die slaan we over. Dit keer. Oh ja? Ja. Oh, ik moet me echt scheren. Oh ja, ga ik even doen. Gewoon straks is hij leeg. Wat wil je nou? Moet toch netjes? Ach, netjes. Als ik er straks inloop met mijn... Kijk, ik sta wat natte gras. Als ik er straks inloop met mijn... Met mijn schoenen dan... Ik kan toch een omvormer onderweg aan doen? Dan kan ik het toch opladen? Dat kan eventueel. Oké. We gaan naar het plaatsje 50 kilometer verderop. Gaan jullie nog even zien straks. Tenminste, als er wat is, moeten we even afwachten. Ja, dat is een evacuatieroute. Ja. Que dans le cadre de l'amélioration de nos services, cet appel est susceptible d'être écouté ou enregistré. Si vous êtes sur une aire et que vous souhaitez une assistance immédiate, appuyez sur 1. Camping Car Park, bonjour. Bonjour, do you speak English? Little. A little, okay. I'm standing here before the camping car park site and I can't come out. Okay, the area is Touriac Camping Le Mans de la Fouque. Camping Touriac. Yeah. Oui. Okay. And I just checked my saldo on my etappe pass. And yes. It's more than 50 euros. There is enough, but he says I can't go out. Yes, okay. Please scan your card in the keyboard. Ja, nog eens tegenaan. Yes. It says P. Ah, okay. For the exit. Okay. I'm open to the barrier. Okay. Merci, madame. Merci. Tu es formidable. Ah, merci. Merci. Une bonne journée, hein. Dorpje. Hey, regenboog zebrapad, zag je dat? Nee, ik zag het niet. Oh ja, ja, ik zie hem in de achteruit kijken. Ja. Gezellig. Nou, zeker een gezellig dorpje zeg. Jeetje. Na 200 meter links afslaan. Kijk, en dat is nou weer het voordeel dat onze camper, die is tot 3,5 ton. En overal in die dorpjes, er staan van die borden, verboden... Zwaarder dan? Ja, verboden om door te rijden zwaarder dan 3,5 ton. Nou, daar hebben wij dus geen last van. Want wij zijn niet zwaarder. Dus, nou, dat is mooi toch? Ja, aardig aan het klimmen. Zo, we zijn zeker aardig aan het klimmen. En jongens, jullie geloven het niet, maar het is constant bochie. Het is echt weer zo onwijs mooi hier. Een afgelopen dorpje. Ja, net ook. Het dorpje reden we door en er waren 10 huizen. Ja. Nou, dan moest je dan weer even naar 50. Je kan hier niet eens 50 rijden. Zo, kijk dan. Ja, kijk nou maar aan. Ja. Zo. Gaat weer steil omhoog. Oh, hij wilde langs. Okay. Nou, ga maar meneer. Jezus, ja, dat maak je ook mee. Hè. Die Franse jongen, die zijn zo onwijs gehaast. Als je bekend bent. Ja. Nou, het is niet te geloven dit. Zie je, dan heb je hier weer een bocht. Hup. Mag die muziek weer aan? Ja, ik zet hem uit, hè. Hey! Oh! 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 Hey!
van Bambi. Ik heb de dashcam. Ja, ja. Meze. Kijk uit. Oh mensen, jullie geloven het niet. Ik zet hem uit en een hert, een reetje springt over de weg heen. En daarachter een heel klein reetje en hij staat gelukkig op de camera volgens mij, op de dashcam. Ja. Oh. Ja, dat verwacht je toch niet. Nee. Je hebt geen nieuwe berichten. Ach. Nou, ongelooflijk. Och god, dat beestje schrok zijn helemaal wezenloos. Nou, je kon gelukkig stoppen. Ja. Jammer, anders hadden we Rebound gehad. Auw! Ik maak maar een grapje. Moet je eens even kijken jongens, wat een ruimte. Jeetje mina. Nou, het is voor het eerst dat de versnelling weer in zijn 5 kan. Nou, een heuveltje af. Nou mensen, we zijn in Maurs. En hier in dit dorpje is er een camperplaats. Zeggen ze. Dat is over 400 meter. Ik ben erg benieuwd. En moet je er nagaan, we hebben nu 50 kilometer afstand afgelegd. Meen je dat nou? Ja. En we hebben er, ik denk, bijna 2 uur over gedaan. Na 200 meter links afslaan. Daarna bestemming bereikt. Leuk hoor als je op doorreis bent, maar om een vast plekje te hebben om te zoeken om te gaan staan. Nou nee, dat kan ik niet zeggen. Hè? Dat kan ik nou niet vinden. Nee. Nee, je hebt hier alles. Ja, hè. Nee, dit is niks. Oké. Nou, weer eens even kijken. Kom eens hier. Je bent nou echt aan het zigzag, hè? Oké, mensen, we gaan even verderop. Want dit plaatsje, dat was natuurlijk. Nou ja, daar ga je niet zomaar staan. Dat is wel handig voor als je overdag, als je wil overnachten of zo. Maar niet om te blijven staan. Nou, Engel. Dus we gaan even verderop. Kijk, oh nee. Bloemetjes. Kijk jongens, we rijden nu in Vallei van de Lot. Vallei de Lot. Een lot is dat riviertje. Heel klein riviertje. Ja. Oké, mensen. Kijk uit. We staan aan de. Je rijdt. Tenminste, we rijden langs de lot. Nou ja. Lot is daar niet meer? Nou, niet meer, nee, maar. Hij is daar rechts. Ja, kijk. Bestemming bereikt. Zie je? Dat is al prettig. Bestemming bereikt. Nou, dat is prettig. Ik denk hier, want dan heb je waarschijnlijk daar een satelliet. Nou, kijk. Even kijken. Kijk, en daar is de lot. Nou. Dit is toch al heel anders. Oh, pas.
het is. Als je nou mij de weg wijst en je gaat achter de camper staan, hoe moet ik je dan zien? Kom nou maar kijken. Nou, ik zie het, we staan goed toch? Zo. We hebben hier ruimte zat, dus. Ja? We hebben hier ruimte zat. Oh, wat een ervaring. Kijk mensen, we staan hier. Hier kijken, er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plekjes. En je hebt hier de service. Zie je? Toilet, water. Je kan ook stroom doen, maar dat kost geloof ik 2 euro voor een uur of zo. Dacht ik, even kijken hoor. Ja. Oh ja, 3 uur, zie je? Vente Diaton Selling Tokens. En ik heb ergens gelezen dat het maar. Dat je dan maar heel korte tijd stroom hebt. Dus. Kijk, hier rij je op je water te verversen. En daar is de rivier de Lot. Even kijken. En dan zijn we tegen die berg op. En we kwamen hier net aan en dan doen we altijd eerst eventjes de satelliet controleren. En we moesten 1 metertje naar voren. Kijk, en dan gaat hij precies tussen die bomen door. Hartstikke idee. Mevrouw die zegt net van wat een rust hier. Het is ook echt zo ongelooflijk stil. En kijk, dat is dat restaurantje wat, het is nu open. We hadden op de reviews gelezen dat die bijna altijd dicht is. Maar dat komt natuurlijk omdat dat pas april, oktober, noem maar op. Maar ja, het is nu natuurlijk hoogseizoen, dus hij is nu gewoon open. En die mensen die daar staan met dat kleine busje, die stonden namelijk eerst hier. Die hebben dan daar wat te eten gehaald net. En die hebben dat lekker op zitten eten. En wij zitten hier ook heerlijk lekker rustig onder de boom. Echt heerlijk. En dan ga ik jullie even vertellen. Dat we sluiten nu eventjes deze video af. Ja, Mago die zit met een... Icepack. Icepack. Helemaal lekker gestoken. Dat is allemaal geprikt door muggies of beesties. En ze vindt het niet leuk dat ze zo geprikt is. Maar is dat hier gebeurd? Ja. Oh, ik heb hier nog niet zo'n last gehad. Oké, mensen, we sluiten dus nu even deze video weer af voor vandaag. De rest dat wat eventueel nog komt vanmiddag, want we willen even naar dat sluisje lopen. En die, dus ze zeggen dat er ook watervallen zijn, maar... Nou, ja, dat is misschien, wel. Dus het is misschien reviews. Bij het sluisje is dat, denk ik. Maar goed, dan, dan zien jullie dat weer morgen. Dus hierbij laten we het eventjes. Dus vinden jullie het een leuke vlog? Duimpje wordt gewaardeerd. En tot de volgende vlog maar weer. Zwaaien maar gauw. Ja. Zijn die hele smerige kleine vliegjes. Oei. Ja.